Kijkers, de driejarige Mamiensa Adjembo heeft een ziektebeeld aan de nieren. Het is zo erg dat ze voor een spoedige ingreep naar het buitenland moet. De moeder, een minder draagkrachtige vrouw, heeft de zorg van nog twee oudere jeugdmeisjes met een heel klein loontje. Terneergeslagen en ten einde raad stapt ze naar 1 voor 12 voor dringende hulp. Uw aandacht daarvoor. No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands. Listen. Dit is een radeloze moeder, moeder Atimba. Zij benaderde 1 voor 12 met een verzoek haar bij te staan bij het zoeken van hulp voor haar driejarige dochter die erg ziek is. Dit meisje heeft een nieraandoening. De kosten onder andere voor medicamenten die vrij hoog zijn, kan ze niet dragen. Het kindje moet voor verdere behandeling naar het buitenland, onder andere voor een andere nier. Een niertransplantatie dus. De moeder, die het financieel niet kan dragen, zoekt dus hulp voor dit kindje. Ik ben voor ziek en ik heb het niet. Want dat raad hij me dat als ik is aan bij awa het jaar zeggen nou fire tomsi gen dat amustana voor Holland precies want dat pe korubo. Dus dat raad nu maar je pen zeggen nou? Nee, omdat de pura liever put trouwen. Om een jaar ietsje abi. Ab 2 jaar in af oktober uit ab 3 jaar is 27 oktober. Dit is nou je eerste ching, je abi moro ching. Dit is na derde optie, maar op 3 meisje. Hoeveel jaren deed je abi? Het was op 10 jaar. Na 2 was op 6 jaar. Wat is papa deed voor een meisje die zijn ziek? Papa liep me na optie, want optie moest gebruiken dressen. Dat papa ging aan een bij adressen. Adressen zijn moest bij. Had je hoeveel kost? Alle adressen. Kost 500 SAD. Ja. En om een lease ik kan gebruiken? Een batterij drinken, maar alleen kan ik ervoor. Asari die wamu? Nee. Dus je moet bij meer dan 500 SAD. Ja. Zijn wat actie de lukuma na 61 voor 12 voor 2 sangeo? Ik ben wat actie if de beka je me voor zijn app te go want me na app money. Nadat me ben wan aksie. Yes. Olanga yu debesa nanga datra nanga achindi si? Fanafa ap tumu da aigona datra aikon. Ma mishitaka ne igo wan. No a datra te mitaka bere o saka wel ma asiki okon baka. Da mi wan bek fo president yep mi bek fosi asiki kon bek de yep mi fosa akon baka. Jij wil roken, mevrouw? Ja. Zou je roken doen? Me roken voor jaren kaba. Amoni voor jou no sari voor beide dressen? Nee, amoni no sari. Want ik kies money dat ik bij een dressen da apje minoma bij want to sangi apje. Stel je 1 voor 12, ik kies allemaal een pakket. En ook tot die u praat die pakket. U pot je tapalees, because you know I'm smart. Want mama zijn een moeilijk sociaal geval. Dus namens minister Hoefdraad, hoe lang we een pakket geven? Ja. Zoals je het verhaal heeft kunnen volgen, hoef ik eigenlijk geen woorden meer aan vuil te maken. Je kent ons motto van 1 voor 12. Probeer altijd te helpen waar we kunnen helpen. Ik zal de eerste trap doen. Om een bijdrage te doen van 1000 SRD. Dit is meer in de richting om bij te dragen om wat medicamenten te betalen, te kopen. Dit geld moet ik ook meegeven, komt uit donateurs die wij altijd aan de kant zetten voor wanneer het heel hard nodig is. In dit geval is het heel hard nodig. Gaan we deze mevrouw, de moeder, van dit kindje helpen met 1000 SRD.
Ik wil van hieruit een oproep doen aan autoriteiten, ministers, president, vicepresident. Als u een bijdrage kunt leveren dat dit kind geholpen kan worden om naar het buitenland te gaan, dan zullen we tevreden en blij zijn om te horen dat dit kind over een aantal jaren ook een minister kan worden. Maar uw hulp is heel hard nodig. Laten we helpen om dit kindje haar gezondheid te kunnen laten verbeteren. Mama, ik hoop dat je aan Monisa met Gijazo. Ik zou nog een verslag voor de bijadressie met ook een soort is, maar ik dat je aan Monisa met Gijazo je bijadressie nang. Abu, thanks sir. 1 voor 12 heeft getracht de arts hierover te spreken, die de boodschap stuurde niet bereid te zijn informatie over patiënten af te staan. No matter what may come my way. No matter what may come my way. Jesus, my life is in. My life is in. Oh, I love you so much, Jesus.